Bent u op zoek naar een gezond binnenklimaat in combinatie met duurzaamheid en een laag energieverbruik? Dan biedt Move Air Plus de oplossing. Move Air Plus is namelijk het kozijn dat ademt. Move Air Plus is de ventilatie van de toekomst. Bij Move Air Plus zijn tocht en koude val verleden tijd. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Move Air Plus? Blijf dan kijken. Hier ziet u het Move Air Plus systeem geïntegreerd in een houten kozijn. Aan de onderzijde van het raamkozijn zitten ventilatieopeningen, waardoor verse buitenlucht aangezogen wordt. Aan de binnenzijde van dit kozijn wordt hier de lucht uit de kamer weer naar buiten geblazen. Destijds had men weinig tot geen isolatie en grote hete radiatoren met veel afgifte. Het resultaat was een goede menging van de koude buitenlucht en de warmte van de radiator. Hierdoor had je geen tochtklachten. Heden. Nu. Tegenwoordig is een huis goed geïsoleerd en er is fors minder warmtevraag. Deze warmte is niet voldoende om de koude buitenlucht te verwarmen, waardoor je een onacceptabele koudeval krijgt. Bewoners sluiten hierdoor de roosters, met als gevolg slechte binnenluchtkwaliteit. Move Air Plus. Verse buitenlucht wordt aangezogen door de ventilatieopeningen in de Move Air Plus onderdorpel van uw kozijn. Na het filteren wordt deze lucht gratis voorverwarmd in de warmtewisselaar en wordt daarna via de radiator de ruimte ingeblazen. Door de mechanische ventilatie krijg je een goede spreiding van de warmte in het hele vertrek. De aangezogen lucht uit de kamer staat in de warmtewisselaar 90% van zijn restwarmte af aan de toevoerlucht. Waarna het via de openingen in de Move Air Plus onderdorpel van uw kozijn naar buiten wordt geblazen. De ingebouwde CO2-sensor meet constant de luchtkwaliteit in het vertrek en stuurt automatisch de ventilatie bij. De voordelen: 0,15 tot 0,24 EPC-reductie. Geen tochtklachten. Verbetering energielabel. Duurzame ijzersterke onderdorpel. Besparing tropisch hardhout. Onzichtbare ventilatieopeningen. Move Air Plus. De combinatie van energie besparen, duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.